Goedemorgen en welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik bedacht me ineens dat ik tijdens mijn ontbijt altijd een YouTube-video kijk of zo. Dat doe ik echt al zolang ik me kan herinneren. Als in dat deed ik op de middelbare school in mijn ochtendroutine. Maar niet uit met wie ik samenleef. Ik kan gewoon niet. Ik wil gewoon niet als ik 's ochtends wakker ben iemand anders bij me in de buurt hebben. Maar het is weer dinsdagochtend, dus ik heb mijn matcha. Ik heb mijn chia pudding met frambozen ernaast. Ik ga een YouTube video kijken. En dan ga ik zo meteen op weg naar mijn yin yoga les. En ik vind het echt zo erg. Mijn favoriete instructrice gaat stoppen. Als ik meestal aan het begin van een weekvlog zeg, ik ga naar de yoga studio. Dat is altijd van dezelfde vrouw. Ik heb ook lessen van anderen gehad en die zijn ook hartstikke goed. Maar deze vrouw, ik denk dat ik gewoon een hele goede match met haar heb ofzo. Dat was natuurlijk weer helemaal lekker. En ik dacht dat we echt een super grauwe dag zouden hebben. Ik dacht, herfstweek, het zonnetje is er. En ik ben weer onderweg naar huis. Helemaal, het was een mild lesje, maar lekker ontspannen. Even mezelf klaargemaakt en lunch klaargemaakt. En ik wil echt helemaal wel die herfstvibes ingaan. Ik merk dat ik echt behoefte eraan heb om lekker knusse dingen te doen. Dus, ik heb een warme koffie. Maar elke koffie ook die ik de laatste tijd maak, een beetje pumpkin spice kruiden erin. Super lekker. En ik heb mijn nieuwe krultang even gebruikt. Die liet ik volgens mij mijn afgelopen week vlog zien. Of die ervoor alweer. En blijkbaar draait hij zichzelf. Weet je wel? Super handig. Ik doe dit niet zo vaak. Vooral omdat mijn... Ik heb natuurlijk een beetje mijn pony. En de lengte van mijn haar. Maar daartussen is het de hele tijd niet mooi geknipt. De afgelopen... Nou, sinds dat ik een jaar geleden kort ging. Dus dan kan je er zo doorheen kijken. Weet je wel, ik vind dat niet zo. En ik ga weer even verder met de boekenvideo die ik aan het kijken was. Wat helemaal cute en cozy is, is op tijd je werk gedaan krijgen. En Patty heeft dus laatst Planet Coaster gekocht voor de PlayStation. En ik dacht, oké, veel plezier met je pretparkspel. Het is een beetje Rollercoaster Tycoon-achtig. Ik ben ook helemaal verslaafd. Het is zo leuk. Dus dat ga ik nu even doen. En weet je wat ik ook heb? Mijn boek waar ik doorheen vlieg. Deel 4 van de Chestnut Springs reeks. Dus daar ga ik zo meteen even in verder. Heerlijk. Eigenlijk had ik Pet beloofd dat ik niemand over deze guilty pleasure zou vertellen. Maar ik doe het toch. Want kijk hoe lief dit is. Dit park bijvoorbeeld begon met deze super grote boom waar allemaal lampjes in hangen. En dan moet je dus gewoon attracties bouwen en zo om, nou ja, bepaalde dingen te halen. Dus zoveel gasten in je park en een goede beoordeling en zo. Maar kijk gewoon hoe lief. Dit is dan een beetje fairy tale decor. Dit is een park waar ik heen zou gaan hoor. En dan hierachter heb ik bijvoorbeeld een gekke achtbaan. Die kan je ook zelf bouwen. En je bouwt die wachtrijen en zo. Nou, dus mocht je nog op zoek zijn naar een leuk spel. Welkom op mijn gamekanaal. Sorry dat ik ons geheim heb verklapt met. Maar dit is echt heel leuk. Dus ik ga even verder aan mijn carrière werken. Ik ga een pretpark bouwen om een landhuis heen. See you later. Planet Coaster heet het dus. Volgens mij kan je het ook voor op je computer downloaden, maar dat weet ik niet zeker. Inmiddels zijn Pet en ik wat aan het bakken. Dat is nog aan het afkoelen. En ik heb ook mijn kersttrui alweer aan. Of mijn kerstshirt. Dit is echt mijn lekkerste shirt voor in huis. Die heb ik ooit in de kringloop gevonden. Maar er zitten gaten in en zo. Hij is ooit beschadigd in de wasmachine. Eigenlijk kan het niet meer. Maar niks zit zo lekker als dit t-shirt. En ik wil even vertellen over mijn boek. Reckless van Elsie Silver ben ik nu aan het lezen. En dit is het vierde deel van de Chestnut Springs reeks. Volgens mij begin je met Flawless, daarna Heartless, daarna Powerless. Wat een lekkere naam allemaal. Ik vind deze covers ook niet helemaal geweldig. Maar anders zijn het covers met echte mensen erop. Nou, dat vind ik echt verschrikkelijk. Dus we doen het hiermee. En dit is een romance reeks cowboy. We hebben mensen die op stieren rijden. Mensen die met paarden werken op een ranch. Je volgt vrienden, familieleden, andere aanhang. Zijn dit goede boeken? Is dit een goede reeks? Vind ik altijd lastig om te zeggen. Het is gewoon echt een lekkere romance om te lezen. En het is wel of niet je ding, weet je wel. Er zit ook een beetje spice in en ene personages van het boek vind ik leuker dan andere. Maar in deze, daar hou ik altijd zo van.
volg je een personage waar eigenlijk al eerder in de reeks over wordt gezegd van oeh, zij is koud en kil en kortaf en afstandelijk en bla bla bla. Maar dit soort boeken zijn altijd mijn lievelings. Van die mensen met een harde buitenkant en dan krijg je toch steeds meer een kijkje naar wat is er gebeurd? Hoe is eigenlijk iemand zo geworden? En hoe voelt diegene zich echt? Is het een frontje? En dat er dus ook wel mensen zijn die echt van het personage houden en erom geven. En ik denk dat mijn lievelings romance trope is. Je kan heel even een tikje verder doen als je het echt niet wil weten. Maar dat is denk ik iemand die dus denkt, mensen vinden mij niet aardig. Hoe kunnen mensen oprecht van mij houden? Er zijn te veel dingen gebeurd. Mensen kunnen niet echt van me houden. Mensen gaan altijd weg. Mensen laten me in de steek. Mensen gaan helemaal verkeerd met me om. En ze hebben zich zeg maar helemaal afgesloten. En dan is er echt zo'n golden retriever die helemaal verliefd op diegene wordt. Zo leuk. Vind ik allebei deze hoofdpersonages eigenlijk. En ik ga het lekker verder lezen. Met mijn mokje van Loods 5. En hierin heb ik natuurlijk weer mijn Clipper Orange Infusion. Dus dat is sinaasappelthee met kaneel. En volgens mij een beetje rooibos. Allemaal lekkere dingen erin. Ik zou willen dat jullie dit konden ruiken. Zeg, dit hebben wij gebakt. Dit hebben we niet gebakken. Gebakken? Jij zei, zeg dit even. Ik zei precies wat je zei. En dit hebben we super knap hiermee gemaakt. Cheers. Cheers. Blij? Ik vind het wel even leuk. Ik zeg over mezelf dat ik niet echt een zoete kou ben. Maar ik vind eigenlijk heel veel dingen die je kan bakken wel heel lekker. En ik hou van chocola, maar brownies is gewoon toch niet helemaal een dingetje. Maar ik vind het wel lekker een keertje. Brookies. Kantoorvlogje. Wie keek de vlogs toen ik in Amsterdam op kantoor? Dat ik stage liep, daar ken ik natuurlijk ME van. En dat duurde wel echt een half schooljaar. En toen heb ik ook nog 2 maanden bij dat bedrijf gewerkt. En dat ging echt helemaal niet lekker, helemaal niet goed. Dat was niet goed. Nee. Maar wel leuk om even geprobeerd te hebben. Dag 2 haar is natuurlijk ook wel chill. Ik denk dat ik al wat vaker mijn haar ga krullen. Ik denk dat ik ook echt niet meer een boblijn heb, maar gewoon een beetje half lang haar. Ja. Leuk. Mijn haar pluist alleen wel snel. Dus misschien kan ik met zo'n bonnet gaan slapen. Alleen ik slaap ook met een slaapmasker en met oordopjes in. Dus misschien pak ik dan mijn hele hoofd en dan word ik juist helemaal gek. Maar ik denk dat het voor elk haartype heel erg mooi en chill is. Omdat je natuurlijk gewoon heel veel over je kussen wrijft met je haar. Oké. Ik ga nog even iets aanpassen voor een samenwerking dat opnieuw aanleveren. Met deze keer een groene thee met pepermunt en volgens mij frambozenblad of zo. Van Clipper. Ik ben een Clippermeid. In mijn andere Loods 5 mokje. En voor iedereen die een goed basic wit shirt kan waarderen. Ik mocht laatst wat items uitkiezen bij Vera Moda. Niet voor een samenwerking of zo, maar ik wilde eens even delen. En ik had een tijdje terug zelf ook gewoon kleding besteld bij Vera Moda. En hier zitten echt zulke goede dingen tussen. En ik dacht, witte t-shirts, dat maakt me. Ik zie er dan aan dat ze er ongezond uit, vind ik zelf. Maar deze is dus net off-white en een beetje aan de warme kant. Mouwlengte is goed. Hij zit gewoon goed. Volgens mij is dit een M. En ik zal even kijken of ik hem kan linken en dat dan niet vergeet. Maar ik ben hier echt heel blij mee. Goeie basic. Ik heb mijn ding geëdit en aangeleverd. En zo meteen ga ik nog even bellen met mijn manager. Goedemorgen. Oh, sorry. Jullie staan op de prullenbak in de bar. Maar ik heb de beste ochtend in mijn leven gekend. Ik ga mijn boek verder lezen. Ik vlieg hier echt doorheen. In het park. Nou, de bloemetjes bloeien. Hondjes rennen voorbij. Het zonnetje schijnt. Wat is beter dan dit? Niks. Ik heb verder gelezen in mijn boek. Ik heb ook wat geëdit. En ik heb wat matcha over mijn shirt gegooid. Dus ik denk dat het tijd is om zo naar huis te gaan. En vlekvrij eruit op te smeren. Had ook niet anders kunnen gaan. Het is inmiddels al een paar uur later. Dus mijn shirt heeft echt super lang geweekt. Dit spul doe ik er altijd op. En er zaten helemaal niet zoveel vlekken op. Maar toch, ik ga het maar gewoon voor de zekerheid even meteen in de was gooien. Nog wat andere dingetjes erbij. En ik ben allemaal beelden aan het importeren. Maar vooral verzamelen over 4
SD-kaartjes verdeeld. Zitten beelden voor mijn aankomende weken vlog. Ik heb voor een mukbang gefilmd. Ik heb voor een kringloopvideo gefilmd. Ik heb ook heel veel beelden voor, weet ik veel, reels en TikToks en zo gefilmd. Alles staat door elkaar, maar volgens mij heb ik nu alles. En is mijn aankomende weekvlog, heb ik echt 3 uur aan materiaal voor wat buiten proportie is. Dat is niet grappig. Het is meer een beetje een what I eat in a week. Dus ook gewoon heel veel shots van super lang. Dat ik bijvoorbeeld de pan film, weet je wel, wat er allemaal niet zit. Maar daar ga ik nu een beginnetje alvast aanmaken. En ik heb ook weer allemaal andere dingen geëdit. Ik heb echt, misschien ook waar ik zit in mijn hormooncyclus of zo. Maar ik denk gewoon het seizoen. Dit is mijn seizoen. Ik ben gemotiveerd. Ik ben productief. Ik ben blij. Ik ben op mijn shit. Ik ben in mijn element. Ik blijf het zeggen. En ik hoop dat ik het heel lang vast ga houden. Maar zeg maar, het zonnige weer zo helpt er ook echt wel bij. Inmiddels heb ik ook weer gelezen op het balkon. En nu ben ik echt bijna klaar met het boek. Ik heb vandaag zoveel gedaan al. Misschien, heel misschien, ga ik zo meteen nog een yogales doen. En nu ga ik eerst nog eventjes langs de foto's die Pet laatst van me heeft gemaakt. Met die leuke top. Heb ik een hele rare foto aangeklikt. Een beetje. En dan even een Instagram post ook ervan maken. Maar echt, het ging niet makkelijk die dag. Nu snel naar de yoga. Daar ga ik gewoon weer in een t-shirt. Ik was weer de was vergeten. Dus die heb ik snel opgehangen. Toen dacht ik, oké, het is een volle yogazaal. Laat ik even al mijn leggings testen. Spatten. Doorschijnen. Allemaal. Maar we moeten het ermee doen. Normaal doe ik dus yin yoga. Dit is een flow. Dus dat is ook meer op je spieren en je uithouding. God, ik heb hier helemaal geen zin in. Maar het is wel even goed. Ik deze aan. Vind ik leuk. Relax flow heette dit. Nou, ik had me aangemeld voor een zieke sportles. Wow. Dat was echt zweten, waterpauzes tussendoor, moeilijk, snel, maar ook lekker. Wie weet ga ik deze wel vaker doen. De yoga studio die gaat nu volgens mij een beetje het schema omgooien. Dus dit was een nieuwe les, voor mij ook een nieuwe instructrice. Af en toe even wat anders proberen. In de tussentijd heeft Pet precies gemaakt wat ik nu kan gebruiken. Een dikke vette burger. Very happy. Inmiddels heb ik een heel Taylor Swift Reputation concert gehouden onder de douche. Mijn haar lekker gewassen en gefeund. En nu gaan wij Lord of the Rings, The Rings of Power verder kijken. We zijn nu bij aflevering, moet ik het zeggen? Het is in ieder geval een hele spannende aflevering, er gebeurt heel veel. Maar seizoen 1 nog. Ik heb denk ik iets te hard de herfst vibes gemanifesteerd. Want ik voel me echt helemaal niet lekker. Ik werd gewoon echt niet fit wakker. Maar ik heb vandaag een event waar ik wel echt heen moet van mezelf. Dus ik ga even mijn haar krullen. Kijk hoe cool dat is met dit ding. Ik ga het even verschillende kanten opdoen. Maar nog één keer. En deze is dus van Mermaid Hair. Maar dan hou je hem dus ook lekker strak. Zit goede spanning op. Ik vind het wel wat. En die wavers van dit merk vind ik ook heel fijn. En hoe cute in het roze. Wellicht wordt de outfit gewoon weer mijn witte t-shirt en mijn pantalon die ik gisteren aan had. Ik weet het ook gewoon even niet. Oké. Dit zit zo. Hebben jullie wel eens textuurspray gebruikt? Want misschien kan dit dat nog een beetje redden. En ik ga nog wat serum zo meteen in de puntjes doen. Ja, kijk. Volume is wat we nodig hadden. Veel beter. Kijk, nu zie je dat in die punten van mijn haar. Maar dat valt echt allemaal mee. Maar dit vind ik leuk. Ik had natuurlijk deze laatste in de kringloop gekocht. Ik weet nog steeds niet wat dit is, dit item. Een onderjas, een overjas, een gilet, nepzakken. Hij heeft hier een rit. Het hing op de mannenafdeling. Ik heb er nog geen reactie over gehad. Ik heb het even aan hem meegevraagd in een video. Die weten vaak wel meer. En dit maakt gewoon een outfit. Even een laagje erbij. Maar het zou 22 graden en zonnig moeten zijn. Oeh, misschien komt het zonnetje nu wel. Maar het is heel mistig en het voelt nu, het is 12 uur geweest. Het voelt nog als zo'n koude ochtend, koude vochtige ochtend buiten, weet je wel. Dus het is een beetje raar weer. Oké. Ik ga zo de deur uit. Ik weet precies hoe deze vlogcamera werkt. Kijk jongens, dit is zo leuk. Heb je al gevlogd vandaag? Dat ik onderweg ging. Oh. Nu zijn we in Amsterdam. Nu zijn we in Amsterdam, bij de Febo.
Ja, dus als je deze foto op Instagram ziet en ik kijk daarheen, dat is mijn focuspunt. Ja, dan weet je dat het is. Dat het Febo is. Kijk, kan ik dit samen? Want ik ga dan even op mijn telefoon letten. Ja, zo. Oh, kijk eens, kijk, nu niet meer. Nu kijk ze naar de Febo. Nu kijk ze een beetje te verliefd naar de Febo. Ga jij ooit naar de Febo? Ik ga nooit naar de Febo. Dat is heel lang geleden. Hm? Ja, gewoon andere snackbar. Dit is een filmpje. Oh, moeten we dat doen? She's gone. Kijk, we willen sfeerbeelden maken. Maar dit is tussen de planten. Maar dit is wel iets te veel planten, of niet jongens? Maar ik kan geen planten eruit trekken. Gek, maar niet zo gek. Of is het zo cute? Oh, misschien zagen jullie er helemaal niks van. Oh, een Renault. Mochten jullie hier zijn, doe even een rode emoji onder die foto, want ze heeft een rode ketting en Febo is rood, dus... Laat in de comments achter wanneer we weer een frikandellen mukbang moeten doen. Oh. Hebben we dat een keer gedaan, snackbar mukbang? Vega frikandellen. Oh ja. Snackbar mukbang weet ik niet. Weet je wat ik een van de fantastische mukbang, die heb ik al volgens mij 2 keer gezien? Dat jullie gingen gourmetten. Ja. Dat was leuk. Dat vond ik ook echt. Maar het was heel moeilijk, omdat ik natuurlijk heel geluid. Veel geluid maakte. Ja. Volgens mij had ik een microfoon onder ons neergezet of zo. Ik weet niet zo goed hoe ik het ga. Het was moeilijk, maar wel lekker. En dan het oude oliebollen. Oh god, die oliebollen bij jou van in de buurt. Kelly of zo, of Mandy, Kelly. Kelly van de oliebollenkraam met Oreo en Nutella. Oreo weet ik trouwens niet. Brownie hemelbol. Laten we naar het event gaan. Ja. Ik heb een getrek, anders ga ik bijna naar de Febo. Oh ja, ja, ja. Oké. Okay. Cute. Hallo, ook oh, cute. Sushi, waar is jouw camera? Oh, je hebt waar is je camera? Sorry. Dit is toch een leuk plekje? Hallo. Moet je me eens verder zetten? Natuurlijk. Ja, maar jullie zijn hier wel dus al een keer geweest. Ja, maar ik wist ja. Niet dat dit was, zeg maar. Ja. Smartleg. Oh, dankjewel. Vanaf nu is er een muziekje. Don't mind me. Elke keer naar een event. Misschien omdat ik veel praat. Nou heb ik nu ook sushi en sojasaus gegeten. Triple hydratatie. Ja, maar jij drinkt soms echt 3 drankjes gewoon. Ja. Heerlijk. Want waarom zou je er 1 kiezen? Ik heb gewoon nu ook dorst. En zin in ijsthee. En zin in thee. En zin in water. Maar ook altijd als ik broodjes eet en dingen, dan wil ik ook altijd meer dingen. De sociale batterij is er weer vandoor. Maar het was heel gezellig. En zo lekker om dan weer lekker in mijn sweater thuis te zitten. Het voelt alsof ik spierpijn heb hier bij mijn ribben of zo. Door denk ik dan de yoga van gisteren. Weird. Ik heb nog nooit gehad op die plek. Oké, ik heb echt zo lang geslapen. Ik hou het altijd bij in sleep cycle. Oh, het lijkt me zo chill om dat ooit met een Aura ring te doen. Maar ik vind van die smart ringen duur natuurlijk. En gewoon groot en niet zo mooi. Ik heb 12 uur in bed gelegen en 10,5 uur geslapen. Reborn. En ik werd wel echt 's middags wakker. Zoals ik zei, ik kan echt goed uitslapen. Er zit weinig in de vaatwas, maar alles wat ik elke dag gebruik zit erin. Dus ik had mijn koffie uit dit mega ding. En ik heb het gisteren echt zo gezellig gehad. Uitgeslapen, wel lekker gedoucht. Absoluut geen zin om mijn haren te wassen. Hele rustige start van mijn dag. Maar ik moet wel echt even aan het werk. Dus dat ga ik nu doen. En als het goed is, heb ik daar nu genoeg energie voor. Welk geurtje zal ik opdoen? Girl. Waarom heb je zoveel keus? Ja. Ja, ik vind het ook echt absurd. Maar ik heb gisteren volgens mij... Oh nee, ik heb gisteren mini parfums weer meegekregen. Ja. Deze. Die? Ik heb geen idee. Dus... Pas erbij. Ziet er wel uit. Het is echt een goede spray dit. Echt na 1 dag ziet dit bureau er altijd uit. Alsof ik het maandag niet heb schoongemaakt.
Ik doe deze keer in een kleurverf of zo. Ja. Want er zitten zoveel krassen op. Blijf zitten. Nee. Ben je gepest? Ben je gepest? Nee. Inmiddels ben ik die vorige week vlog, die What I Eat in a Week, al 5000 jaar aan het editen. En het eind is nog niet in zicht. Het is zoveel materiaal. En ook zoveel wat ik nog, waar ik nog een voice over overheen moet plakken. Ook omdat als je aan het koken bent in de keuken, met alles in de pan en de afzuigkap aan en de oven aan, soms de airfryer aan, dat maakt zoveel geluid. Dus dan moet ik wel een voice over doen. Wordt wel heel leuk. Ik vind het wel echt leuk dat ik het gefilmd heb. Maar even onderschat hoe groot het project was om te filmen en te editen. Ik wil even de leukste dingen van gisteren laten zien. En dan ga ik even op zoek. Nee, ik begin met iets heel groots. En daarna ga ik naar iets heel kleins. Maar ik vind dit haarverzorgingsmerk toch mega fijn. Devenus, als ik het goed zeg. En ik gebruik hier sinds de afgelopen adventskalender, dus afgelopen december, gebruik ik echt bijna alleen maar van dit merk producten voor mijn haar. Dus mijn shampoo, mijn conditioner, ik heb een hoofdhuidscrub, ik heb een volume mousse. Ik ben hier weg van. En de vorige keer was die adventskalender ook heel erg leuk. Mocht je willen spieken wat erin zit, het is volgens mij 12 dagen. Ik wil het nog niet weten, dus ik ga nog niet kijken. Maar dat is heel erg leuk. En dan tipje voor als je van citrusparfums houdt. Dit is het lekkerste mannenparfum. Eén van de lekkerste die ik ooit heb geroken. Hier zit dus een mini van mij. Dus ik ben heel blij dat ik deze aan Pet kan geven. Maar als in, ik vind best wel veel geuren lekker hoor. Maar dit is niet normaal. Cutie mini. Ik vind dat het zo leuk richting eind van het jaar. De cadeausets en cadeauverpakkingen. En dit vind ik heel lekker ruiken. De nieuwe lijn van Janssen. Die heeft heel veel lekkere geuren voor in je interieur. En bijvoorbeeld onder de douche. En ik heb geurstokjes laten graveren. Of in ieder geval zeg maar dit potje daarvan. Very cute. En er zitten nog heel veel andere leuke dingen bij die ik natuurlijk de komende tijd lekker ga testen. Okay, misschien is dit wel even goed om een keer te filmen. Ik kreeg op Instagram de vraag of ik een mental health update wil doen. En het gaat echt goed. Ik ben blij. Ik ben blij met hoe mijn leven is. Ik ben blij met alles wat ik doe. Ik heb, ja, dit was letterlijk ook onder een Instagram post waar ik zei loving life at the moment. En volgens mij zeg ik het ook heel vaak in mijn video van ik ben in mijn element nu. Maar oh, voordat ik ongesteld moet worden heb ik soms, ik merk het altijd wel een beetje. En de ene keer is het gewoon wat intenser dan de andere keer. Meer anxiety, meer stress, meer dat ik me chagrijnig voel. En ik werd even gek net. Het is zaterdag. Oh, normaal vind ik zaterdag zo leuk. Maar dan slaap ik uit. En dan duurt het 100 jaar voordat ik mezelf heb klaargemaakt. En misschien, oh, als ik dit edit, dan denk ik ook, meid, waar maak je druk over? En mensen die nu kijken denken misschien ook, oké. Maar soms zit je in iets. Ik weet niet, ik word gewoon zo gestrest en zo chagrijnig. En ik had mezelf helemaal klaargemaakt. En ik heb het net allemaal uitgegooid en gedaan. En het is echt een prachtige zaterdag. En ik wilde wandelen in de bossen. En Patty wilde bloemen halen op de markt. Maar ik ben helemaal overprikkeld. Ik word ook helemaal overprikkeld van mijn haar. Zo in mijn gezicht. Maar ik vond het ook zo intens om zo de vlog te openen. Maar ik moet opruimen. Oh my god, dit is gewoon één dag hoge stress, hoge angst, gespannen, tranen in mijn ogen. En dan denk ik morgen, Leo, er was helemaal niks aan de hand. Maar dan denk ik dat morgen wel in een opgeruimd huis, dus dat is fijn. Oh, en mijn lenzen zijn geleverd bij een pakketpunt wat kantoortijden heeft, bloedirritant. Dus nu kan ik een paar dagen niks zien. En ik had ook geen mail gekregen wanneer het geleverd zou worden, dus toen was ik blijkbaar de deur uit. Ja, deze dingen, die plant die ook echt weg moet of CPR moet of whatever. Ik ga even een muziekje aanzetten. Misschien herkent iemand pre-ongesteldheid. Craziness. Ik voel me echt gezikt. Maar het helpt altijd al een hoop als je weet waardoor het komt. Want je hormonen. Deze gaat aan. Vlogs lopen natuurlijk een beetje achter op mijn dagelijks leven. Maar als ik dit zo terugzie, denk ik, ja, dat was het perfecte receptuur om een keer een beetje overprikkeld te zijn. En dit gebeurde een paar maanden, een paar jaar terug,
zoveel vaker, gewoon echt regelmatig. Maar ik heb gewoon helemaal mijn leven een soort van ingedeeld dat dat niet zo vaak gebeurt. Ik weet een beetje wat mijn triggers zijn. Bijvoorbeeld dus dat troep heel lang blijft liggen. En ik had ook niet het idee dat ik het op kon ruimen, omdat de kasten en lades ook chaos waren. En ik dacht, ja, dus ik heb er daar ook geen plek voor. En dan blijft het liggen en dan gebeurt er nog wat. En dan heb je een drukke dag. En dan denk je aan allerlei andere dingen en dan stapelt het op. Maar ik ging daar even een paar uur tegenaan. En toen was het huis weer een fijne, opgeruimde, rustige plek. Eind goed al goed. Ik ben er even tegenaan gegaan. En ik voelde me al snel weer een stuk fijner. En ook als dat niet zo zou zijn, dan weet ik ook wel weer dat het later goed komt of zo. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat het goed gaat met jou. Dat was de weekvlog weer voor deze keer. En ik hoop natuurlijk dat ik je terugzie bij de volgende. Doei doei!